Vandaag hadden we een fantastische opening met Patrick Kramer. Die ons meenam in de wereld van de cyborgs. En dat is natuurlijk en techniek en mens combineren. Als je daarnaar kijkt, dan denk ik, nou, als we die toekomst tegemoet gaan, is heel spannend. Hoe kunnen wij daar als onderwijs op inspelen? Maar ook, wat kan het bedrijfsleven daarmee? De opening was goed. De komende 4 jaar gaan we samenwerken met 29 partijen. En ik denk dat dat een heel mooi traject gaat worden. Wij willen samen met het bedrijfsleven en overheden en andere scholen zorgen dat jongeren gaan voor nieuwe beroepen. En het zijn beroepen combinaties van IT en techniek. We weten nog niet precies hoe ze eruit gaan zien, maar zorgen dat we samen mooie curricula ontwikkelen. Dat mensen een goede plek krijgen voor de beroepen van de toekomst. En dan moet je denken aan combinaties van ICT en techniek. En hoe je die twee goed kunt combineren zonder dat je in de oude patronen blijft zitten. Ik denk dat de manier waarop we dit aanpakken met een groep samen, met en bedrijfsleven en weer die overheid, maar ook alle scholen, dus VMBO's en HBO's. Een andere manier van samenwerken, een andere manier van kijken naar de toekomst en elkaar inspireren. En ik denk dat dat een voorbeeld kan zijn voor veel meer opleidingen die wij geven. Dus ik denk dat het voor Nova een inspiratie is voor alle andere docenten en alle andere vakgebieden. Wij werken nu sinds 2 jaar echt heel intensief ook al samen. Om eigenlijk te zorgen dat we zowel de nieuwe generatie als de generatie die er nu bij de bedrijven werkt, dat die mee kunnen met de snelle technologische ontwikkelingen en de vaardigheden die daarbij horen om die technologische ontwikkelingen ook in te kunnen zetten. Om daar ook mee te kunnen gaan innoveren. En daar zijn wij met elkaar echt heel hard mee bezig om dat mogelijk te maken. Dat die ja, dat de mensen daarin mee kunnen groeien. Nou, we hebben al een aantal acties hebben we uitstaan om onder andere makathons. Dat zijn evenementen om echt te gaan zorgen dat zowel innovaties op gang komen. Maar ook dat medewerkers van bedrijven, Nova-studenten en docenten de 21e eeuwse vaardigheden leren. En we zijn ook nog weer andere inspiratiesessies aan het ontwikkelen voor dezelfde doelgroep. Mijn plannen voor het practoraat zijn om praktijkgericht onderzoek te gaan doen. Om te achterhalen hoe we onze studenten veel beter kunnen voorbereiden op de snelle technologische veranderingen. En het gaat erbij niet alleen om aanbrengen van de 21e eeuwse vaardigheden bij studenten. En maar docenten en ook medewerkers van bedrijven, daar is dat minstens zo belangrijk voor. Dus het is heel belangrijk dat je daarin gelijk optrekt. Nou, we gebruiken daarvoor op dit moment makathons om die ontwikkeling tot stand te brengen. En daarop ga ik me richten met het onderzoek om te achterhalen of dat inderdaad de vaardigheden en de skills oplevert die we willen zien.